Hallo medewerkers van Electrabel GDF Suez. Ik wil jullie enorm bedanken voor het geweldige bedrag van 6600 euro. Dat kunnen we ongelooflijk goed bereiken voor het hele belangrijke thema om meisjes en jonge vrouwen in conflictgebieden die seksueel geweld hebben ondergaan te helpen. Dus toi 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 en ik reken weer op jullie volgend jaar. Het is de 11e Series Request dit jaar. 11 stedentocht, laatste stad die we aandoen. Is het ook de laatste Series Request dit jaar? Nee, dit is zeker niet de laatste Series Request. Maar de vergelijking met de 11 steden is natuurlijk wel mooi omdat het hele land in rep en roer staat. We zijn bepaald nog niet in de buurt van de finish, want we hebben nog een aantal dagen te gaan. En ik verwacht op een buitengewoon mooie finish. Andere jaren ging het over waterputten, diarree. Makkelijker uit te leggen, denk ik. Hoe doen jullie dat dit jaar? Ja, het is wel een heel erg belangrijk thema. Hè, want we praten over 1 op de 5 meisjes of vrouwen in de wereld die verkracht is. En in oorlogsgebieden nog veel hoger. We weten dat echt een aantal niet precies, omdat er een taboe op heerst. Maar we hebben echt gezegd van het is zo'n stille ramp die zoveel meiden en vrouwen raakt. En die relatief ondergewaardeerd is en weinig aandacht krijgt. En die zetten we op deze manier op de Nederlandse kaart. En hopelijk ook ver daarbuiten. In die zin is het anders. Maar we merken wel met iedereen waar we erover praten, dat het je wel echt ook meteen in je hart raakt. In de eerste 72 uur als iemand verkracht is, ervoor zorgen dat er medische voorzieningen zijn. Antibiotica of zwangerschapstesten of aidsremmers. Maar ook psychosociale hulp, want mensen hebben echt een trauma en worden wel eens meerdere jaren begeleid en opgevangen. Het gaat ook om een startkapitaal beschikbaar kunnen stellen, zodat ze weer een eigen winkeltje kunnen beginnen of een opleiding. En inderdaad, de voorleggingsactiviteiten zijn uitermate belangrijk. Zowel huis aan huis bezoek van onze vrijwilligers, als het voorlichting geven aan gemeenschappen. Maar ook seminars en workshops die we aan de guerrillakrachten geven om uit te leggen datgene wat ze doen echt niet kan en in strijd is met het oorlogsrecht. En zijn er speciale landen waar jullie op richten? Ja, we focussen ons nu specifiek op Colombia en de Democratische Republiek Congo. En afhankelijk van hoeveel geld we ophalen, gaan we kijken of we dat nog kunnen uitbreiden naar andere conflictgebieden.